Welkom bij het COVID-19-journaal van het ministerie van Volksgezondheid. Als u de berichten volgt, heeft bijna elke sector te maken gehad met COVID-19-besmettingen. Het coronavirus maakt geen onderscheid. Zo is ook het ministerie van Defensie niet gespaard gebleven. Onlangs zijn er meer dan 10 personen positief getest op COVID-19. De zorg aan deze mensen is een stuk makkelijker gegaan omdat het militair hospitaal over een eigen COVID-19-team beschikt. Desalniettemin is waakzaamheid geboden. Minister Krishna Mathura geeft in deze aflevering aan hoe de protocollen worden nageleefd op haar departement. Het ministerie van Defensie zat ook met een aantal besmettingen. In totaal hebben we afgelopen periode 11 besmettingen gehad. 9 hier op het hoofdkantoor, 10 op het hoofdkantoor en ik dacht 1 bij het leger. We hebben een eigen COVID-team in het militair ziekenhuis. Die monitort alle gevallen. Dus als mensen symptomen vertonen, dan melden ze daar en dan wordt er gezorgd dat de mensen getest worden, dat mensen de resultaten krijgen, dat mensen als ze opgenomen moeten worden, dat ze opgenomen worden, maar dat ze ook elke dag gebeld worden van hoe ze zich voelen, hoe het met hun gaat, maar ook dat hun gezinsleden gemonitord worden, dat ze geïsoleerd worden, dat er contact wordt gemaakt van zijn er klachten, zijn er symptomen. En als dat er is, dan wordt ook zij getest en worden ze opgenomen. Dus het werkt goed tot nu toe. Het team doet ook preventief werk en komt ook controleren of we op alle afdelingen van Defensie de COVID-regels naleven. Waar ze niet naleven, hebben we ook afgesproken dat we nu sancties treffen naar afdelingshoofden die zich niet houden aan COVID-maatregelen. Dus we zijn nu best wel streng daarin. En het is ook noodzakelijk omdat alleen op die manier wij die verspreiding kunnen remmen en het ministerie open kunnen houden. Ik heb gisteren met alle afdelingshoofden en met alle legercommandanten in 2 aparte meetings iedereen benadrukt, een overleg gehad en benadrukt hoe belangrijk het is om hygiënemaatregelen, schoonmaken, deurknoppen, trapleuningen, een speciale regeling van hoeveel mensen wel aan het werk en hoeveel mensen niet aan het werk te komen. Dat mensen appgroepen maken met hun personeel, dat ze zich laten informeren. Wat is de situatie met hun personeel? Dat ze betrokken zijn, dat ze het actief monitoren en dat ze verantwoordelijkheid nemen. Dat heb ik gisteren en eergisteren gedaan met alle afdelingshoofden van Defensie. Zodat, weet je, we actief dit monitoren ook. Gaat het werken, denk ik? Ik denk dat het wel. Ze ja, ze houden zich eraan. Ze zijn nu veel meer bewuster. We hebben voorbeelden. Kijk, we hebben de besmettingen gehad en we hebben gezien dat 1 persoon 9 mensen heeft besmet. En dat heeft te maken met mensen hebben zich niet aan de regels gehouden. Op de laatst gehouden persconferentie van de regering is er een COVID-19-brigade in het leven geroepen. De coördinatie ligt in handen van het ministerie van Defensie. Een van de taken van deze brigade is om erop toe te zien dat de verschillende bedrijven, winkels, restaurants, maar ook de burgers zich stipt houden aan de COVID-19-protocollen. Minister Krishna Mathura geeft aan waarvoor de COVID-19-brigade precies verantwoordelijk is. Ik zou als minister coördineren met het opzetten. En dat doen we. Dus wat we gaan doen is dat we buitengewone agenten van politie die er al zijn bij Defensie. Ik kijk specifiek naar de militaire politie. Maar die er zijn bij BOG, de milieuinspecteurs, bij arbeid, de arbeidsinspecteurs. Bij de prijscontroleurs, bij economische zaken, de mensen van de districtscommissariaten. Zij worden allemaal dan geselecteerd en zij gaan dan door de minister van Justitie en Politie aangewezen worden. Wij geven deze mensen een training en instructie en er zijn standaardprotocollen en ze gaan dan vanaf komend week controleren in het veld, veel meer dan voorheen. Waarom? En het is niet alleen sanctionerend. Maar het is ook een beetje coachend. We gaan kijken naar bijvoorbeeld
waar worden de COVID-protocollen het beste toegepast, waar worden ze niet toegepast. Als ze niet toegepast worden, gaan we natuurlijk boetes uitdelen. Maar soms is het ook dat mensen bijvoorbeeld nog steeds niet weten wat die COVID-maatregelen zijn. Dat we zeggen van dit zijn de COVID-protocollen, dit moet u implementeren. Soms gaat het met een waarschuwing de eerste keer. Maar als we terugkomen en de COVID-protocollen zijn niet geïmplementeerd, dan gaan mensen echt zwaar beboet worden daarvoor. Omdat dit in het algemeen belang is, het is openbare gezondheid. Alleen als iedereen meewerkt en eigen verantwoordelijkheid neemt om die COVID-pandemie te beheersen, dat we als land eigenlijk minder schade zullen hebben en sneller eruit zullen gaan en sneller in ontwikkeling, onze ontwikkeling ter hand zullen nemen. Als we dat niet doen, is de schade groter, de pijn groter en zullen mensen besmet worden en er gaan doden vallen. Kijk, die COVID-brigade, er zijn al quick response teams, er is een cluster team. En de bedoeling is dat alles opgaat in één entiteit en dat wordt die COVID-brigade. Het zijn geen nieuwe mensen, er zijn misschien een paar nieuwe mensen die erbij komen. Maar in principe gaat het erom om de bestaande eenheden die er zijn, allemaal in één team te zetten. En dat is die COVID-brigade. Dus het wordt politie, bestuursdienst, BOG, arbeidsinspectie, economische zaken, defensie, iedereen. Het wordt één groot team. Dat is die COVID-brigade. En deze dagen lezen we heel veel over een vaccin. In vele landen is al een groot aantal personen gevaccineerd. Het COVID-19-vaccinatieplan van Suriname is ready. Gezondheidsminister Amer Ramadin geeft ons de stand van zaken door. We zijn bezig met de PAHO. We zijn bezig met COVAX. We hebben al commitments. We hebben agreements met het COVAX-initiatief. Ik hoor een paar mensen vanuit de kritische kant zeggen van ja, Suriname doet niets, is niet waar. We hebben ons COVID-19-vaccinatieplan ready. Er zijn een paar uitdagingen, een paar investeringen die we nog moeten doen. We hebben nog geen keus gemaakt over welk vaccin het wordt. Daar kijken we naar. Twee, we hebben nog geen indicatie wanneer het komt. Het is wel zo dat het in het eerste kwartaal van 2021 komt. Maar we weten wel, en we zijn bezig, we hebben een vaccinatiecommissie, een registratiecommissie. We hebben het ministerie van Volksgezondheid, het BOG, die zijn de trekkers van de campagne. Ondersteund door de deskundigheid van de PAHO. En de PAHO is dus een heel grote organisatie, gezaghebbend in de regio. En wij volgen de adviezen op, de richtlijnen. Wij volgen de instructies op van de PAHO. Dr. Karen Lewis-Bell is de vertegenwoordiger van de PAHO in Suriname. We hebben ook haar betrokken in dit plan om ons te helpen ondersteunen vanwege die technische ervaring. Ook lokaal hebben we deskundigen die we hebben ingezet om dit proces goed voor te bereiden. Het heeft te maken met een stukje planning, goede voorbereiding, logistiek moet in orde zijn, de samenleving moet worden voorgelegd, wie wordt gevaccineerd. Het is allemaal een kwestie van goede planning en een tijdframe, een tijdlijn welke je moet uitzetten. Maar volgende week hebben we bijvoorbeeld ook een presentatie voor de regering, ons COVID-19 vaccinatieplan. COVID-journaal hebben we gevraagd om een vaccin-edities uit te brengen, waarbij we deskundigen aan het woord gaan laten. Maar ook straatvragen zullen stellen van hoe kijk je er tegenaan? Wat zijn de bezwaren? We hebben intussen een enquête gehouden via de universiteit om na te gaan hoe men denkt over het vaccin. En daar komt binnenkort, ik denk volgende week, al een uitgebreide presentatie over. Om de samenleving te wijzen hoe Suriname denkt over het COVID-vaccin. Dat zijn allemaal interessante dingen, want je moet je beleid dan daarop gaan afstemmen. Veel mensen denken, ja, maar de hele wereld vaccineren, waarom kopen jullie het gewoon niet in? Het gaat niet zo. Het werkt niet zo. Het is geen handelswaar of een bruine bonen of een sardine die je koopt in het buitenland. Het is een medicament. En het is een nieuw middel. Het moet worden geregistreerd bij de grote instellingen. Gezondheidsinstellingen, gezaghebbende instellingen moeten hun goedkeuring geven. Dat het middel veilig is voor de mens. Maar niet alleen veilig. Want je bent niet alleen bang dat je complicaties krijgt. Maar het moet ook werken toch? Dus het moet ook efficiënt zijn. En
Daarvoor zijn er bepaalde trajecten die je moet doorlopen. De overheid kan niet zomaar afgaan en zeggen, ja, maar er is een vaccin in een bepaald land. En ja, ze hebben het al goedgekeurd, dus wij kopen het even in. Het gaat niet zo. Het transport, de logistiek eromheen, alles vergt goede, professionele begeleiding. En daar gaat de PAU ons helpen. Maar ook andere instellingen zoals UNICEF, et cetera, die gaan ook inkomen met hun expertise. En ik zeg, als land moet je je altijd openstellen voor deskundigheid, als je die ontbreekt. Dus als die ontbreekt, we hebben haast niet zoveel vaccindeskundigen in Suriname. Maar we hebben wel mensen die wel weten hoe en wat de experts, wat de bevindingen moeten zijn. En wat de rapportages zijn en wat de wetenschappelijke publicaties aangeven over de veiligheid van het vaccin en werkzaamheid. Dus we hebben het traject. We weten dat we gaan vaccineren. We hopen dat we het ook op hele korte termijn kunnen doen. Maar COVID-journaal zal een belangrijke rol spelen, omdat in de vaccinedities we zoveel mogelijk fabels en feiten willen presenteren. En niet zomaar op basis van analyses die gemaakt zijn in publicaties. Dus wanneer mensen vertellen, je wordt dit na het vaccin, je krijgt allerlei symptomen, dan gaan we het onderzoeken. Dus we willen ook de samenleving vragen zoveel mogelijk input te geven. Wat de bezwaren zijn, waarom zou je het niet willen? Wat zou je ertoe wel drijven om te zeggen van, ik wil het wel als dit en dit en dit. Dus die vragen gaat COVID-journaal voor ons moeten stellen. Maar ook enquêtes, mensen mogen vrij zijn in hun mening. We houden rekening daarmee. Maar wat de kaspoetie. Ondertussen zijn er nog veel mensen in onze samenleving die ondanks symptomen en de vele oproepen vanuit de gezondheidsautoriteiten zich toch niet laten testen. En dat is ook het geval in Mungo, verneemt het COVID-19-journaal van dokter Aloysius Kunj Bihari van het gezondheidscentrum Mungo. De COVID-situatie op Mungo. Hoe is de situatie daar nu? Nou, in de tijd is het begonnen daar, laten we zeggen het epicentrum. Hè? En we hadden heel veel gevallen. Nu zien we geen gevallen meer, of laten we niet, laat maar niet zeggen geen gevallen meer. Er zijn mogelijk gevallen, maar er worden weinig getest ook. Waarom wordt er weinig getest? Ik neem aan dat er bepaalde barrières zijn. Barrières onder andere, kijk, mensen weten op ons gezondheidscentrum Mungo moeten COVID-maatregelen in acht worden genomen. Dat wil zeggen, voor Sico in C, we screen you. If je dus een beetje suspect, je gewoon een tracé. En dat zei ze, en dan word je ook geswapt, attest. Ja? Ze weten ook dat als de mensen getest worden, if me test, dan koot ik me positief, dan moet ik naar de stad gaan. Al ben ik stabiel. En daartegen heb ik vaker gezegd, ook aan de beleidsmakers, sinds Ik kan zeggen in april, mei, had ik al brieven geschreven naar beleidsmakers hier. Waarom moeten de mensen, stabiele, COVID-positieve patiënten, waarom moeten ze getransporteerd worden naar Paramaribo? Ik bedoel, ik had aanbevelingen gedaan. We hebben een ziekenhuis daar, een Marwina ziekenhuis. De stabiele smakango, drape. Want die mensen, de Sumanewa, go helemaal tamar foto. Paramaribo, Libi Marwina, en dat is die barrière eigenlijk. En het was goedgekeurd dat we zouden kijken, maar ja, ik heb verder niks gehoord. Ik heb ook met de minister gesproken net. Laten we kijken wat we kunnen doen met het ziekenhuis. Dus vandaar, de situatie zeg ik, dat zal er weer zijn, maar er wordt nu weinig getest. Dus mensen die komen, ze zijn suspect, dat we testen wel tapafoli. We krijgen één of twee positieve wel. Ook dokter Kunj Bihari doet een dringend beroep op de samenleving om zich te houden aan de COVID-19 maatregelen. De afgelopen jaarwisseling in Suriname was er één die totaal anders was dan we gewend zijn. Helaas. Willen we het dit jaar weer uitbundig vieren, moeten we ons gewoon stipt houden aan de maatregelen. Hoe hoort de regels in acht? Hoe normaal doet het als je 3 december komt? Over 12 maanden 3 december doet het. Hou die regels in acht. Probeer, als je dit ook probeert te doen, thuis, in je gezin, want je bent vaak met je gezin, met je broer, je kotaki, ching, je man, je vrouw. Je bent vaak met de mensen, dus hou het in het klein. Maar Libide Sano, Arki, sa de regering, etaki, sa regering, etaki, sa minister van gezondheid, etaki, luister even.
Ik voer ook samen, als we samenwerken, ook mensen van Marwijn met Taiguru. Ik voer ook samen binnen no time als aan kan gaan. We hebben een vaccin in we gaan het ministerie, de regering gaat ook werken. Wat we kan doen naar een vaccin dat die. Dus hou even je patiëntie. Mijn sap takie zo meneer ook kan niet zien. Maar mijn takie was aan die tak, lek van mijn takie. U sap tak, onder andere RGD het doe moeite. En dat zei, RGD doe moeite. We zijn zoek of draai poli en we gaan tegen nu wans aan de gezondheidswerker. Dus maar zat daar poli drapen. Dus maar drapen, na de sma abamoro bij risico voor raken geïnfecteerd. Begrijp je? Maar toch we een etap poli, we zoek of doa roko, ook toe aan de COVID zwanomo, ook toe gide tra siki sama. Dus sami wan taki, u arki den data, u arki den zuster sandrape, u arki des ma, u volg de maatregel op dat alasanogo, valk nice. En terwijl in Nederland de eerste mensen worden gevaccineerd, blijft het aantal besmettingen toenemen. Alleen voor vandaag zijn er al 9737 coronabesmettingen gemeld en 85 doden. Gisteren ging het om maar liefst 175 doden. De afgelopen 7 dagen registreerde het RIVM gemiddeld 94 doden per dag, terwijl dat 87 was een week geleden. En vanaf volgende week wordt in Nederland de eerste dosis van het tweede vaccin, Moderna, geleverd. Gisteren, woensdag 6 januari, zijn op verschillende plekken de eerste zorgverleners gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Ik heb ook getwijfeld, nagedacht, gaat het mij dit goed doen? Zoals vele andere Nederlanders, maar als je zelf in de zorg werkt, dan voelt het gewoon als een verplichting om dit gewoon aan te gaan. Want op een gegeven moment ben je er gewoon klaar mee. Zij was de eerste, maar daarna volgden er vandaag snel meer. Op verschillende plekken in Nederland. Hier in het Leids Universitair Ziekenhuis worden de komende dagen meer dan 800 medewerkers gevaccineerd. Ook internist Olaf Dekkers. Met dank. Graag gedaan. Dat is waar u lang over na heeft moeten denken, of u dit wil? Nee. Nee. Als het puur voor mezelf zou gaan, dan zou ik misschien denken van nou, ik loop niet een heel groot risico om ernstige corona te krijgen. Maar een heel belangrijk argument voor mij is om toch te zorgen dat we met snel uit de lockdown komen. En dat is een hele belangrijke reden voor mij om het te doen. Dekkers is als lid van het College voor de Beoordeling van Geneesmiddelen betrokken bij de goedkeuring van een nieuw vaccin vandaag, dat van Moderna. Het lijkt qua werking veel op het vaccin van Pfizer dat hem vandaag is toegediend. We zien dat de werking grofweg hetzelfde is. We zien dat het aantal bijwerkingen grofweg hetzelfde is. En voor allebei geldt dat de bijwerkingen heel erg zeldzaam zijn. Het is een extreem werkzaam vaccin. Op de potjes staat dat er genoeg vaccin is voor 5 doses. Maar in de praktijk is het ietsje meer. We zijn heel blij dat we uiteindelijk in plaats van 5 steeds 6 vaccins eruit kunnen halen. Dus dat betekent ook dat we nog wat meer mensen kunnen vaccineren dan dat we in eerste instantie hoopten. Voor heel Nederland betekent dit dat honderdduizenden mensen extra gevaccineerd kunnen worden. Toch markeert de vaccinatie vandaag nog niet het begin van een versoepeling. Er is natuurlijk altijd beloofd eigenlijk van jongens, wacht nou op het vaccin. Op het moment dat we het vaccin hebben, dan kunnen we gaan versoepelen. Hè? Dus psychologisch is dit een heel belangrijk moment. En tegelijkertijd is de boodschap, ja, we gaan in eerste instantie maar een heel beperkt aantal mensen vaccineren. Dus het lijkt heel veel, zoals we nu gaan doen. Maar als het meezit, dan hebben we over een maand of twee waarschijnlijk 500.000 mensen gevaccineerd. Nou, dat is qua aantal niet zodanig veel dat je verwacht dat er in hoog tempo afname van het aantal besmettingen gaat zijn. En zoals ik al eerder zei deze week, het is een kwestie van tijd dat ook Suriname begint met het toedienen van een COVID-19 vaccin. Dat was het dan voor deze 118e aflevering van het COVID-19 journaal. U bent er waarschijnlijk moe van, maar ik zal het toch herhalen. Wees gehoorzaam. Blijf thuis als het niet nodig is om op straat te gaan. Als dat toch moet, doe een mond- en neuskap op. Houd fysieke afstand van minimaal 1,5 meter. Was regelmatig uw handen en let heel goed op uzelf.